Twee jonge broers van respectievelijk 6 en 12 jaar hebben bij een brand aan de boer buitenweg het leven gelaten. Een andere 16-jarig slachtoffer heeft zich kunnen redden. Hij is met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Onze nieuwsdienst sprak enkele buurtbewoners die de brand van dichtbij hebben meegemaakt. Zij wisten ons het volgende te vertellen. Ik denk dat man belt school toe vanwege assistenten aan de inserannen. Mm-hmm. Toch? Als er iets is, moet je eerst de politie bellen. En de politie komt er naartoe. Mm-hmm. Toch? Maar ik denk dat er een link moet zijn tussen de politie en de brandweer. Ja. Toch? Dat te wan zo'n melding kon dat tieningere. Zolang je hebt tieningere die nu aan Osodano San Figo look wet moro mi man. Is dat met dat kitok? Dat wil ik buurtbewoners abif struggle voor poor de man. Ete ane le kunu. Dat pe je lek overheid. Dat nou je ko aksimi tak fawaka. A moment dat. Idepem de tok. Ano boom, a system moest changing. Nee, maar de brandweer ko on watra. De man ko on watra. Achteraf watra ik kom. De man kies me al de juiste informatie voor school toe tak. Ik heb een logo in de oso de kele hoor, de smaak voor nogo. Ik heb me tegen hier, ik heb me nog maar tak voor hier, want nu nu de... Maar hoe heb je dat school te horen tegen? Ja, maar 100%. Dat is na standaard talk aan wat nieuws. Dat is na standaard. Yes, je buurt die de day, je pje brada sa je kwek. Ano, je pje brada. Maar, na wang brada, na je pje sa, na je pje brada, wala mala na wang. Dan ook aan tak te je wang go je pi. Vanwege jouw veiligheid als koto tegen, want amang kisa theorie, amang kisa praktijk. Maar if you manchi tak ayurusa amang konda, pefos ima purama. De purama tak, want no, den maasref no ma purama, want amang konda, amang begin snap tap afstand te make it body. Ide pem de tak, mama no ma purama. Maar if you kisa gelegenheid, de purama ma, dat ref no mag. Tjinengre, abivrof mi ja, luken ja. Hey, tegen de man tak, er zijn kinderen en het. Andere buren hebben ook gebeld dat er kinderen in dat huis zijn. Waarom komen ze dan zo laat? Idepem de. Dus aan het aan figo luku papira roko aan moment dat mensen leed dat in begin redden. Volgens brandweervoorlichter Ulrich Koots was de brandweer 9 minuten na de melding op de plaats van de brand. Hij merkt op dat de melding laat binnenkwam, omdat de buurtbewoners eerst contact hebben opgenomen met de politie. Hij roept de gemeenschap daarom op om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweer. U weet dat bij brand de brandweer altijd en eerst moet worden gebeld op het alarmnummer 110. Dus dat is altijd zo in de bewustwording meegegeven. Ja, om vertragingen te voorkomen. Hebben we dat zo gesteld. En in dit geval hebben wij dus de melding niet van omstanders gehad, maar via de meldkamer. Wat ook een alarmmogelijkheid is, dus dat kan. Maar je moet begrijpen dat dat vertragende omstandigheden met zich mee kan brengen. Brandweervoorlichter Ulrich Koots over de brand aan de Boerbuitenweg, waarbij 2 kinderen zijn omgekomen. De politie is bezig met het verdere onderzoek.